Ik ben echt niet de enige. Nee. nee, dit soort mensen gaan alleen maar door. Ze konden er niks mee, dus die persoon is gewoon met heel veel duizenden euro's van orgaan. Aangiftes bij online oplichting blijven vaak liggen. Dat blijkt uit de reacties van 142 opgelichte Flevolanders die hebben meegedaan aan onze enquête over online oplichting. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de NOS en andere regionale omroepen. Ineke Zeevat uit Dronte is slachtoffer van oplichting. Ze hoorde een reclame op de radio en dacht: daar doe ik aan mee. De website zag er super betrouwbaar uit. Um, en mede ook door het radiobericht dacht ik: oh, dat kan wel kloppen. Um, en toen heb ik eigenlijk het product besteld. Uh, het was een box vol uh, gratis producten. Uh, en zij stelden dat je dat eigenlijk kreeg van sponsoren. En dat je daarna een enquête moest invullen wat je van de producten vond. Uh, nou, het klonk allemaal heel betrouwbaar. Um, het enige wat je hoeft te betalen was de verzendkosten. Dus het was ook een heel klein bedrag. Dus mocht het nou niet binnenkomen, was het ook niet een hele grote ramp. Uh, dus ik heb het besteld. Het product kwam nooit binnen. Ze bleek opgelicht. Deed aangifte bij de politie, maar kreeg te horen dat er te weinig aanknopingspunten waren. Het zijn toch zo ontzettend veel mensen die daardoor gedupeerd worden. Ik vind eigenlijk wel dat de politie daar wel uh, wat, meer moet, wat meer mee moet gaan doen. Ja. En dat vindt ook Urker Harm van der Kooi. Hij bestelde via Marktplaats VVV Bonnen die hij nooit ontving. Ook hij deed aangifte. Je krijgt wel de zwaar ik krijg je, ik krijg je reactie terug van de politie: van we hebben je aangifte aangenomen. En ook na een jaar. Uh, van, nou, je aangifte staat nog steeds. En, uh, er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen. Dus. Maar je hebt niet het idee dat er ook echt actie wordt ondernomen? Exact. Iets meer dan de helft, 56% van de Flevolandse respondenten, heeft uiteindelijk aangifte gedaan bij de politie. Een ruime meerderheid van bijna 70% geeft aan dat de politie niets of in hun ogen te weinig heeft gedaan met de aangifte. In bijna alle gevallen werden de producten via marktplaats vooraf betaald en nooit geleverd. Het ging vaak om spelcomputers en software, tickets en kaartjes, kleding en accessoires, mobiele telefoons en audio, tv en fotoapparatuur. Marktplaats geeft dan ook tips om oplichting te voorkomen. Er is eigenlijk niet één ding waaraan je uh, een oplichtingadvertentie kunt herkennen. Het gaat altijd om de combinatie van dingen. Dus kijk bijvoorbeeld naar hoe lang iemand actief is en waar die persoon woont. Woont hij nou ver weg en is hij kort actief? Dan moet je goed opletten. Een ander ding waar, het, uh, heel erg, uh, waar je goed op moet letten is hoe iemand contact met je wil hebben. Vraagt iemand nou gelijk om niet via Marktplaats, maar direct via WhatsApp contact te hebben? Dan zeg je nee, dat uh, liever niet. Gewoon eerst via Marktplaats. Oplichters willen geen sporen achterlaten en dit is een goede test. Daarnaast is er een site van de politie waar je kunt checken of een rekening of telefoonnummer of website eerder is gebruikt bij dubieuze transacties. Je kunt de verkoper even googlen. Bij bedrijven is het verstandig om op de site van de Kamer van Koophandel te kijken of het bedrijf ook echt bestaat. En vraag of je het product mag ophalen. Oplichters willen dat meestal niet. Ineke wil daar ook nog een tip aan toevoegen. Nou ja, wat ik nu zelf heel erg vaak doe, is via PayPal betalen. <laughs> en via PayPal krijg je het bedrag terug mocht het misgaan.